Goedemorgen, heren. Morgen. Wat een stilte hier. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Het is zo stil. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet waarom het stil is. Maar gisteravond waren Michiel en ik in ieder geval waar veel herrie gemaakt werd. Ja. Studio. En jij was bij Kevin Kelly gisteren. Ja. Was dat het hoogtepunt van de dag? Ik vond het wel heel erg leuk. Ik heb het advies van Michiel Buitelaar in de wind geslagen om er niet naartoe te gaan. Dat doen we wel meer. Nee, kijk, hij komt met een boek met 12 inevitable technologieën. Maar waar we toch maar het beste van moeten maken. Dat is ongeveer zijn wij. Hij is uiteindelijk toch een techno-optimist. En hij haalde er 3 uit. En het is soms prettig op zo'n festival als dit om bevestigd te worden. En dat deed hij. Want de dingen die wij zelf eerder ook al hebben gezien. Dat artificial intelligence en virtual reality bijvoorbeeld. De belangrijke technieken worden. Vatte hij mooi samen. Ja, Michiel, jij was er niet zo voor dat Erwin daarheen ging naar Kevin Kelly. Nee, ik heb hem dat afgeraden. Ik heb die man 2 keer gezien. En ik heb ook 20 jaar geleden een buitengewoon goed boek van hem gelezen. Maar volgens mij is de grote glans er wel een beetje vanaf. Maar goed, misschien had ik het fout. Dat kan. Wat Erwin nu vertelt klinkt aardig. Maar ik vond hem de laatste keer dat ik hem zag niet zo boeiend. Ja. En jij gaat ook altijd graag naar een film. Heb je daar altijd voor gehad? Ja. Ik ben naar een documentaire geweest over een klassieke Texaanse honky-tonk hier in de stad. Ik wist niet eens wat een honky-tonk was, maar nu weet ik het wel. Een muziektent, een dancehall. En ik ben gisteren naar een documentaire geweest over Gary Numan. Die mensen van mijn leeftijd nog kennen van 1 of 2 hitjes. Een licht tragische figuur, maar het was een boeiende documentaire. Dus interessant. Michiel Berger, wat heb jij gisteren opgestoken op Zuid bij Zuidwest? Nou, ik zit, dat zei ik gisteren al, ik ging naar een AI-sessie met de vraag of die dingen wel echt nadenken. Nou, jij doet alleen maar AI volgens mij, klopt dat? Ja, bijna alleen maar AI, denk ik, ja. Ja, dat is, ik vind het leuk om dat te focussen en nog gewoon alleen maar daarin te richten. Kevin Kelly, ik zag een tweet van Erwin Blom trouwens, die zei de volgende 10.000 startups, dat is elk willekeurig onderwerp plus AI. Dat geloof ik zeker. Dat is helemaal wat er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden nu. En wat ik vooral ook uit een van die sessies heb gehaald, is dat wat nu heel goed gaat met AI, is dat ze heel specifieke dingen kunnen ze heel erg goed leren. Hè? Die Go-speler, die is daar heel goed in, maar die kan niet schaken. En ik kan ook niet zeggen, ik heb vandaag niet zoveel zin in ofzo. Dus het menselijke, zeg maar, dat is nog heel erg ver weg. Maar is dat haalbaar überhaupt? Ik bedoel, de sceptici van de AI zullen zeggen, ja, menselijk, hoezo menselijk? Ja, dat begrijp ik. Ik was bij zo'n panel met echt mensen uit de loopgraven, uit de AI. En die zeggen allemaal, ja, het gaat zeker komen dat een AI een schooltest goed kan doen. Ik zie je buurman zeer bedenkelijk kijken. Nou, ik wil er wel iets over kwijt. Ik denk dat AI heel erg sterk wordt gezien in menselijk perspectief. En weet je, de oude McLuhan heeft ooit iets geroepen over Marshall McLuhan. Over de horse carriage syndrome. Over dat men bijvoorbeeld een auto zag als een sneller paard. En zo denk ik dat ook in het kader van AI, dat je niet, en robots bijvoorbeeld. Robots zien mensen heel vaak als geautomatiseerde androïden. En AI zien ze als gelijke of verbeterde menselijke intelligentie. En ik pleit ervoor om dat niet zo te zien, maar om na te denken over andere vormen van intelligentie die misschien in sommige opzichten veel beter zijn dan de onze of aanvullend zijn. Maar je moet niet alles vergelijken met mensen. Weet je, go of schaken, dat is allemaal heel leuk als trucje. Maar misschien zijn er wel andere dingen die veel interessanter zijn. En alles maar in dat menselijk perspectief plaatsen, volgens mij is dat beperkend. Eens, Michiel? Het is heel moeilijk voor die systemen om iets te leren waarbij je ze niet kan trainen. Ze zijn nu heel goed in het supervised learning, heet dat. Van dit moet erin en dan moet dit eruit komen. En dat leren ze heel goed. Ze kunnen goed spraken kennen en Go spelen. Maar ze zijn heel erg, heel slecht in unsupervised learning. Waarbij er niet een juist antwoord is. Je kan zo'n systeem niet vragen wat is 1 plus 1. Hij heeft geen idee. Nee, maar dat is toch niet erg?
Nee, dat is misschien niet. De neiging is om alles aan de menselijke maat af te meten. En dat is niet altijd voor de hand liggend, denk ik. Nee. Volgens mij moet je dat ruimer zien. En heb ik er nog een. Even nemen als wedervraag voor de heren hier. Ik ben geweest naar een sessie over de singularity en God. Toen ik daar binnenkwam bleek dat er een christelijke samenzwering te zijn. Ja, daarom was ik er niet heen gegaan. Ja. Ik had het ook. Ik heb het niet getuind, maar het was wel boeiend. Want er werd een aantal mensen van christelijke overtuiging werd geconfronteerd met de vraag van... Als dat nou allemaal gebeurt, hè, die singularity, wat is dat dan? Is dat een ingreep van God? Of is dat bijvoorbeeld een nieuwe toren van Babel? En dat was een verwarde en verwarrende discussie, maar ik vond het wel mooi. Ja, en werd er nog een conclusie getrokken op het einde? Of, ik vind het wel een intrigerende vraag. Er waren wel enkele christenen die daar wat gespannen van werden. En dus ook mensen die zeiden van nee, dit wordt een nieuwe toren van Babel. En dat gaat tot goddelijk ingrijpen leiden. En dat wordt een hele nare kwestie. We moeten ermee stoppen met die singularity. Nou, dat zullen mensen van die singularity kerk, want die heeft ook iets religieus. Die zullen dat niet zo zien. Ik vond het raar en verwarrend en mooi. Maar de vraag is... Is de singularity het toppunt van AI en dergelijke? Worden we daar nou mee? Gaan we nou zelf God spelen? Zeg het maar. Ja, als ik een antwoord zou hebben. Het is dinsdagmorgen. Ik vind dat deze vraag nu de komende 3 minuten afdoende moet beantwoorden. Ja, nou, een van de dingen die ik wel hoorde was de gedachte machines, hè, als die allemaal een beetje slimmer zijn, dan gaan ze zich gewoon enorm vervelen met ons mensen. Dat vinden ze gewoon heel erg oninteressant. Nou, en dan gaan ze een beetje met elkaar kletsen en dingen doen. De vergelijking die ik eens heb gelezen over hyperintelligente machines en ons, die zullen ons waarschijnlijk behandelen zoals wij gorilla's behandelen. Dat is wel grappig, dus die zet je in een kooi. Je moet ze niet al te veel kwaad doen, maar je moet ze wel onder controle houden. Het is gewoon een leuk, nostalgisch iets. Hey. Nou, tot zover over God en de machines. Michiel, wat ga jij vandaag doen? Afdeling zingeving. Even heel kort. Afdeling zingeving. Nou, ik heb nu ook een dingetje van NASA op mijn lijst staan. Dus de Journey to Mars. En dat met mijn ruimtevaartliefhebberij vind ik dat toch wel heel erg interessant om even te bekijken. Ja, heb je al opgegeven voor de journey? ik ga kijken of er formuliertjes liggen. Ja, Wij zagen ook wat over NASA gisteren. Ja, we zijn een rondje over de expo gelopen. Ik vind het altijd prachtig, want het ging inderdaad van de NASA tot de universiteit tot grappige Japanse uitvindingen. En veel. Heb jij vandaag nog iets speciaals? Nee, maar ik wou nog even één dingetje toevoegen van Kevin Kelly. Ja, want maar dat was te mooi gisteravond. Ik wil dat verteld hebben. Kevin Kelly zei, kijk, waar zit op een gegeven moment nog het verschil? Welke rol is er nog voor de mens? En dan kun je ook anders over denken. De dingen waar het niet over productiviteit gaat en waar het over creativiteit gaat. Bijvoorbeeld muziek maken. Nu is de vraag natuurlijk aan hoeveel van die mensen hebben behoefte. Maar Michiel en ik hebben gisteravond een nummer opgenomen in de studio hier. En ik denk dat jullie daar later nog veel van gaan terug horen. Kun je dat nu al even laten horen, de nieuwe versie? Helaas niet. De mix moeten we nog binnenkrijgen, maar onthoud de naam Minipops. Wat ga jij doen vandaag? Als ik al deze zingevingsvraagstukken heb opgelost, want dat is iets dat voor mij heel belangrijk is. Ik ga naar iets over, de dag begint met iets over een auto als softwarefenomeen. Boeiend, lijkt mij.